Al die ontelbare Koningsdag-evenementen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is het zeker niet. Zo dreigde de 55ste Enkhuizer Oranje Ronde niet door te gaan door gebrek aan vrijwillige vlaggers en verkeersregelaars. Je ziet echt evenementen die daardoor omvallen of in veel simpelere manier worden georganiseerd. Ik weet ook hardloopwedstrijden die zich maar op die manier zeggen van ja, we kunnen dat gewoon niet bemannen met mensen. Ja, wielerwedstrijden zeg maar op de openbare weg is het gewoon super lastig om, dan heb je gewoon heel veel verkeersregelaars nodig om dat dan te bemannen. Gelukkig kwam op het laatste moment alles nog goed en kan Enkhuizen gewoon genieten van een mooie wieleronde. Maar ook op andere plekken in West-Friesland waren er problemen. Zo dreigde in De Goren en Avenhoren Koningsdag helemaal niet door te gaan. Nadat het oude comité ermee stopte, bleef opvolging lange tijd uit. Nou, in het begin was dat best wel lastig. Er zijn dan heel veel mensen van, ja, misschien willen wij wel. En je moet ze uiteindelijk dan toch wel of persoonlijk benaderen. En daarnaast hebben we gewoon echt via Facebook, en social media echt geprobeerd om mensen een beetje te bombarderen met vraag van wie komt ons versterken. En uiteindelijk is dat dus gelukt. In januari kon uiteindelijk groen licht worden gegeven. En dus is het hier vandaag ook gewoon feest. We hebben ook wel voor onszelf voorgenomen dat we elk jaar proberen nieuwe mensen erbij te werven. We hadden vanochtend twee enthousiaste mannen bij de koffietafel staan. Die hebben we meteen gestrikt voor volgend jaar ook weer bijvoorbeeld. Dus we gaan hier nog een tijd mee door. Dat is de bedoeling. Zonder stuiteren. Hallo.